Het programma dat weet wat er speelt. Vier in het land, nu. Koren gaan het schip in door bladmuziekkopietjes. Ballonvaart eindigt in een schuur. Kibbutz, vroeger idealisme, maar wat doen jongeren er nu? Een hele goede avond en welkom bij Vier in het Land van donderdag 7 juni. De stichting Music Copy is op boevenjacht. En de boeven, en dan gaat het hier over amateur muziekverenigingen, zouden namelijk op grote schaal illegale bladmuziek gebruiken. En dat mag niet. Kinderachtig vinden de meeste koren, maar wel een dure grap. Betrapte koren kunnen een boete krijgen van tenminste €500. We zijn te gast bij de Schravenlandse muziekvereniging B-mol. In totaal heeft de vereniging 180 leden, dus tussen de partituren kan wel eens een kopietje zitten. Soms heb je wel eens een buitenkansje. He, een dirigent neemt dus iets mee, die zegt, ik heb nog iets leuks voor jullie. Maar die wil het wel graag terug hebben. Dan hebben wij de kopie en de dirigent heeft het origineel. Ja, dan zit je formeel, zit je niet helemaal goed. Volgens de auteurswet dienen kopieën van bladmuziek alleen voor eigen gebruik. Thuisstudie bijvoorbeeld. Maar een groot orkest heeft ook veel bladmuziek nodig. En betaalt zich dus helemaal scheel. Is het niet aan rechten, dan is het wel aan boetes. Ja, als je leest dat er op het illegaal in bezit hebben van een muziekstuk, dat €500 kan gaan kosten aan boete. Dan kan dat muziekverenigingen de kop kosten, ja. Stichting Muziekkopie controleert alleen bij openbare uitvoeringen. Maar juist dan worden er regelmatig kopieën gebruikt. Juist bij openbare uitvoeringen hebben de meeste muziekverenigingen de originele partijen niet bij zich. Want die worden zorgvuldig bewaard in de bibliotheek. Dus dan werken ze juist met kopieën. En er worden juist met kopieën gewerkt. En dus is het voor Stichting Muziekkopie bijna altijd prijsschieten. Slogan van de stichting is samenspelen, eerlijk delen. Maar aan dat samenspelen zou door de controles wel eens heel snel een einde kunnen komen. Wat een leuke dag had moeten worden, eindigde in een ongeluk. Gisteravond kwam in Geldermalsen een luchtballon naast een woning op het dak van de schuur terecht. Twee mensen raakten daarbij gewond. Toch komen ongelukken in de ballonvaart maar zelden voor. Dit is het 8e ongeluk in ruim 10 jaar tijd. Wij zaten in de kamer, we hoorden opeens een vreselijke herrie. Dus mijn man die liet een gil en die vliegen door de achterdeur. Dus ik kijk door het raam, dus ik vlieg gelijk door de voordeur. Ik zag ik dakpannen van de garage afrollen. Vervolgens doe ik de poort open en zie dat er dus een luchtballon net achter onze garage hangt. De dames schoten de ballonvaders te hulp en belden 112. 5 ballonvaders bleken gewond. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ballonvader lijkt volgens de regels te hebben gehandeld. Toen hij koeien ontdekte in de wei, mocht hij niet meer landen. Hij heeft een doorstart gemaakt, hij is verder gegaan. En moest in een stijgende lijn, zoals het ook hoort, een fles wisselen. Dus dat betekent 1 fles gas is leeg en dan doe je de slang op de volgende fles. En dat heeft hij gedaan en hij kreeg de slang niet op de volgende fles. En zo ging het mis. De ballonvader had een geldig brevet. De luchtvaartpolitie doet onderzoek naar het ongeluk. Ongelukken als deze komen in feite zelden voor. Autorijden is veel gevaarlijker. Er worden zo'n 8.000, 9.000 vaarten per jaar in Nederland gemaakt. En kijken we over de periode van 10 jaar, dan zijn er dus ongevallen vergelijkbaar met wat gisteren in Geldermalsen is gebeurd. Hebben we het over 5, 6 ongevallen. Zelf heeft de Wilde als amateur ruim 500 ballonvaarten gemaakt, waarbij hij wel geteld 1 keer in de sloot belandde. Hij vindt dat mensen die een romantisch tochtje willen maken, misschien om iemand ten huwelijk te vragen, zich niet door het ongeluk moeten laten afschrikken. Nee, absoluut niet. Maar dat bewijzen de cijfers ook. Kijk, een mens loopt risico's op het moment dat hij zich buiten het huis begeeft of zelfs in huis. En uiteraard is er een zeker maar verwaarloosbaar of gecalculeerd risico als je een ballonvaart gaat maken. Maar dat heb je ook als je gaat trouwen. Absoluut. En er zijn veel meer scheidingen dan ballonongevallen. Oude tijden herleven met Twister. Het was ooit een populair alternatief voor een vakantie. Vrijwilligerswerk op een kibbutz in Israël. Vooral jongeren kozen ervoor in de jaren 70. Maar tijden veranderen. Vrijwilligers zijn er bijna niet meer te vinden. En ook de kibbutzen lopen leeg. Daniel is nog een van de weinige vrijwilligers in een Israëlische kibbutz.
Hij ziet de romantiek er nog wel van in. En geniet zeker van de vrijheid, maar vooral van de leuke dingen in het kibbutzleven. Iedereen drinkt hier heel erg veel. En er zijn niet zo heel veel meisjes om echt iedere dag seks te hebben. En dat is het. En drugs. Soms. 'S Morgens werken, 's middags en 's avonds vrij. De baantjes, schoonmaken, de keuken of op het land werken. Maar zijn vrienden in Nederland kunnen het allemaal maar niet. Ze denken dat Israël politiek incorrect is. Gratis wonen. Ja, oké, het is geen 5-sterren hotel. En het eten in het kibbutzrestaurant, geen 3-gangen menu. Maar verder geniet hij met zijn vrienden van over de hele wereld. Maar het zijn er steeds minder. In goede tijden kwamen er jaarlijks zo'n 13.000 vrijwilligers. Nu amper nog 2.000. Politiek incorrect. Maar ook de gevaren natuurlijk die er kleven aan het leven in Israël. Vrijwilligers blijven weg. Maar dat geldt niet voor Piet uit Worum. Die in 1972 als vrijwilliger naar de kibbutz ging en is gebleven. Inmiddels getrouwd, 4 kinderen en gelukkig. Met een huis, zo hier en daar nog wat herinneringen aan Nederland. Een Nederland wat hij eigenlijk niet meer mist. Het valt me uitstekend hier. Ik heb het erg naar mijn zin. Ik zou Nederland is goed voor bezoeken en zo, maar dan ben ik ook weer blij als ik terugkom. Ook onder de vaste bewoners van de kibbutzen is er een leegloop. Vooral jongeren zoeken liever een leven buiten de kibbutz. Verder worden de kibbutzen geprivatiseerde bedrijven die voor hun eigen inkomen moeten zorgen. En dat wordt steeds lastiger. Veel zit al in geldnood. De motivatie van de jongeren is wel te begrijpen. Hier moet je namelijk alles delen en buiten de kibbutz niet. Mensen willen graag misschien een groter huis, eigen auto. Misschien meer uitdaging in het stadsleven in Israël. Piet laat ons vol trots de bananenplantage van de kibbutz zien, waar hij iedere morgen om 5 uur aan het werk gaat. De opbrengst van de productie van niet minder dan 5000 ton bananen per jaar komt ten goede van de kibbutz. Maar daar staat tegenover dat hij geen zorg heeft voor zijn huisvesting, eten en zelfs een gemeenschappelijke auto die hij mag gebruiken. Een leven waar hij zich goed bij voelt. En terwijl Daniel deze zomer weer teruggaat naar Nederland, wil Piet hier oud en begraven worden. Je gaat hier wel oud worden. Dat is wel. Zo oud mogelijk. We hebben een heel mooi kerkhof. Ja, en u herkende hem waarschijnlijk al. Dit was een bijdrage van onze correspondent Conibus. 3-dimensionale tekeningen. Prachtig. En als je handig bent met de computer, is zo'n tekening best wel te maken. Maar zelf tekenen en dan ook nog eens op straat. Toch doen Manfred Stader en Edgar Muller uit Duitsland niet anders. En ze zijn er wereldberoemd mee geworden. Deze week zijn ze aan het werk in het Vondelpark in Amsterdam. Een gat in de weg voor het Filmmuseum in Amsterdam. Een dag of 4 hebben de kunstenaars nodig voor een tekening van deze grootte. En ze krijgen er maar geen genoeg van. Ja, weil es Spaß macht. En weil man geld verdienen kan. De verdiensten komen van grote opdrachtgevers, zoals hier een bekend frisdrankenmerk. En altijd maken ze er weer iets bijzonders van. Zoals hier in Hongkong. Of wat te denken van deze helikopterstunt in Berlijn. En deze vlinder die vliegt over een straat in Canada. In het Vondelpark is het vandaag heerlijk toeven in de zon. Maar aan aandacht ontbreekt het de twee kunstenaars ook niet. Als je door de viewer kijkt, dat 3-dimensionale gebeuren, dan zie je daar gewoon 2 mensen aan het werk. Ah, het is heel mooi. Het is net of je in de diepte kijkt. Het is erg mooi gemaakt. Heel apart om te zien. Als je zo naar het beeld kijkt, lijkt het gewoon vlak. En als je door het glas kijkt, dan ga je de diepte in. Het geheim van een goede 3-dimensionale straattekening zit hem in een pakje suiker. Also in diesem Fall, weil der Boden ist sehr rau und da sind viele glatte Steine drin eingeschlossen. Und da nehmen wir Zuckerwasser mit Wasser mit Zucker, einen Esslöffel ungefähr, und da kommt Farbpulver rein, also Pigmente. Und dann haben wir eine Grundierung, mit der wir fast überall drauf malen können dann. Und tegen de middag? Ist es schon fertig? Ja, fast. Noch ein paar Kleinigkeiten und dann werden wir es haben. Und nu maar hopen dat het droog blijft.
Peter Kapitein is het gezicht van de stichting Alpe d'Huez. Deze oersterke triatleet leidt aan lymfeklierkanker. Hij blijft optimistisch en opgeven is voor hem dan ook geen optie. En ook Peter heeft keihard getraind om 7 keer die gevreesde Alp op te gaan om geld op te halen voor het kankeronderzoek. En mijn levensmotto is eigenlijk altijd geweest: I never ever quit. Alleen, we hebben dat voor onze stichting Alpe d'Huez omgezet naar het Nederlands. Opgeven is geen optie. Had een week of 2-3 geleden een iets te lage telling van de witte bloedcellen. En dat is verontrustend. En we gaan zo meteen vaststellen of dat inmiddels hersteld is. En wat dingen gedaan om te kijken of dat opgelost kan gaan worden. En ja, en ik hoop natuurlijk van ganse harte dat dat zo meteen inderdaad in een stijgende lijn is, die telling van de witte bloedcellen. Want dan is er eigenlijk weer even niets aan de hand. Meneer Kapitein. Ja. Hallo. Goedemiddag. Sorry dat jullie even moesten wachten. Geen niks. Sinds januari 2005 leeft Peter Kapitein met lymfeklierkanker. Dat nieuws kwam voor hem erg onverwacht. Hij voelde zich zo gezond als een vis en trainde 15 uur per week voor de triathlon. Vele onderzoeken en chemokuren volgden. Iedere dag word ik wakker. En zoals ik het zelf zeg, zit de kanker ogenblikkelijk tussen mijn oren en vervolgens zet ik de wekker uit. Gedurende mijn dag heb ik zoveel mogelijk positieve impulsen ingebouwd. Om ervoor te zorgen dat van de 16 uur die ik wakker ben, de kanker hooguit 2 uur per dag mijn leven verknalt. Maar ook het laatste moment van de dag, vlak voordat ik in slaap val, is het nog steeds: verdorie, ik heb kanker. Maar opgeven is geen optie. De ziekte heeft zijn leven zelfs verrijkt. Zijn optimisme kan hij kwijt in zijn werk voor Stichting Alpe d'Huez. Door het hele land houdt hij speeches om aandacht te vragen voor het evenement op de Alp. Maar bovenal om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Maar op 6 juni 2006 ben ik met nog 65 andere enthousiaste fietsers Alpe d'Huez opgefietst. Ik denk dat daar één hele belangrijke gemeenschappelijke deler is voor iedereen die op 6 juni 2006 en dit jaar 7 juni 2007 de Alpe d'Huez 6 respectievelijk 7 keer gaat beklimmen. En de grootste gemeenschappelijke deler is eigenlijk: je doet het voor een ander. Je put kracht uit de emotie die je hebt omdat een dierbare de strijd levert tegen kanker, of omdat je een dierbare bent kwijtgeraakt aan kanker, of omdat je een dierbare hebt zien genezen van kanker. Dat is denk ik het belangrijkste wat ons bindt. Vorig jaar was Peter Kapitein ook op de Alp en haalde hij 6 keer de top. Dit jaar gaat hij 7 keer, tenminste wanneer zijn gezondheid het toelaat. Voor mij is het beklimmen van die 7 keer een overwinning op de chemokuren die ik in de tweede helft van 2006 weer heb moeten ondergaan. Aantonen dat ik nog steeds sterk ben, dat ik nog steeds de dingen kan die ik eigenlijk mijn hele leven al heb kunnen doen. Ik toon aan voor mijzelf dat je met kanker goed, gezond, gelukkig kunt leven. En dat betekent ook dat je 7 keer met een ijzersterk lichaam de Alpe d'Huez kunt beklimmen. En gelukkig, Peters arts heeft goed nieuws. Je witte bloedlichaampjes zijn weer gestegen van 1,8 naar 2,3. Dus dat is ook mooi. En de verdeling ziet er ook goed uit. En de bloedplaatjes zijn weer gestegen van 133 naar 165. Ja, maar ondanks het goede nieuws en al zijn inspanningen moest Peter uiteindelijk toch opgeven. Vandaag zou dus de grote dag worden, maar door een dubbele longontsteking kan hij toch niet meerijden. Het boegbeeld van dit evenement moet stoppen. De andere deelnemers hebben zich verzameld op de camping aan de voet van de berg. Het nieuws dat Hummel-ambassadeur Peter Kapitein niet zal meerijden kwam hard aan. Maar Peter is echt veel te ziek. In mijn naïviteit dacht ik van: nou, ik krijg een doosje met pillen en dat helpt me van de hoest af. En dan kan ik met een paar goede nachten slapen uitgerust toch aan het evenement beginnen. Het is echter anders gelopen.
Mijn arts die heeft eigenlijk heel snel een longontsteking geconstateerd. En ja, met een longontsteking zo kort op het evenement is het uitgesloten dat ik mee kan fietsen. Door de vele chemokuren is zijn weerstand enorm aangetast en daardoor is Peter de laatste dagen enorm verzwakt. Ik was 2 weken geleden in een enorme conditie. Ik heb met het grootste gemak nog een rondje IJsselmeer in 8 uur gefietst, 240 kilometer. Ja, en nu 2 weken later kan ik letterlijk de eerste bocht van Alpe d'Huez niet bereiken. De artsen van het AMC hebben er alles aan gedaan zodat Peter nog kon afreizen naar de Alp, maar zonder fiets. Hoe is het dan om hier te zijn? Ja, dat is heel dubbel. Ik was vorige woensdag, donderdag ontzettend bang dat de kanker waar ik al sinds 2,5 jaar mee leef, dat die echt volledig terug zou zijn. Nou, dat blijkt bij onderzoek niet zo te zijn. Ja, dat is dus de opluchting. Dus ik zit met hele gemengde gevoelens hier. Ik vind het ontzettend mooi om hier toch te zijn. Want ik heb hier een enorme bijdrage aan geleverd om dit me allemaal mogelijk te maken. Maar ja, de proof of the pudding zat er natuurlijk wel in het hier deelnemen aan het evenement als wielrenner en ook 7 keer die berg op te fietsen. En dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik ben toeschouwer en dat doet ontzettend veel pijn. Ja, en morgen kunt u kijken naar het laatste deel van onze serie met een verslag van de vandaag gereden tour. Linkerhand op blauw en rechtervoet op geel. En voor je het weet ligt de hele familie plat op de vloer. Dat is de lol van het spelletje Twister, dat in de jaren 70 erg populair was. En vandaag herleefden oude tijden in Alkmaar, want een studentenvereniging daar deed een aanval op 2 Twister wereldrecords. Al was het behoorlijk warm, lol hadden de deelnemers aan de wereldrecordpoging Twister wel. Je ziet het, een en al gezelligheid. Oh, en al blijven letten. Je hebt wel mazzel met 3 meisjes. Hey, waarom denk ik dat ik hier ben gaan staan? Het is er leuk aan. Gewoon dat je om kan vallen. Waar gaan we nu mee? Ja, ik weet niet, iedereen speelde het wel vroeger, denk ik. Dus op verjaardagspartijtjes werd veel gedaan, dus het is wel erg leuk. Eén groot partijtje is het. En dat was precies de bedoeling van het evenement, georganiseerd door de plaatselijke studentenvereniging. Het is toch een gezelschapsspel, je komt ook in aanraking met elkaar en daar gaat het ook om. Gezelschap, met z'n allen in een prachtige dag, gewoon lekker twisteren, leuk muziekje erbij. Ja, dus en omdonderen. Dat komt achteraf. De recordpoging kon eigenlijk al niet meer kapot voordat hij begon, want het eerste record was al gebroken. Het grootste twisterveld ter wereld. 360 vierkante meter. Heren, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik heb me laten vertellen, ik heb ze niet nageteld dat er meer dan 7000 stippen op staan. Dus ja, genoeg. Dat hebben we niet exact nagemeten, maar er moeten moet in ieder geval meer dan 1000 man op kunnen. Maar het aantal deelnemers in Alkmaar bleef wat achter. En dat record van meer dan 1500 deelnemers sneuvelde niet. Ja, blijft een leuk spelletje. Toch, Roelof? Heb jij het ooit gespeeld? Ik vind het niet heel elegant, eerlijk gezegd. Nee, maar het is wel heel leuk, toch? Zeker als je een glaasje op hebt, is het wel gezellig. Vertel jij dan maar wat er in het late nieuws zit. Ja, nou, wisselende reacties op het klimaatakkoord van de G8 in Duitsland. De milieuorganisaties vinden dat het niet ver genoeg gaat. En landen als China en India vinden dat het juist veel te ver gaat. Straks het hele verhaal. Dan, fijnstof is slecht voor je. Maar hoe slecht, dat weten we niet. In Arnhem komt er nu een onderzoek. En dan de wanhopige ouders van het verdwenen Britse meisje Madeline zijn in Nederland geweest vandaag op zoek naar sporen van hun dochter. We zijn er om 11:55. Oké, dankjewel Roelof. Ja, dan krijgt u nog het weer. Vannacht vallen er vooral in het westen nog een paar regen- en onweersbuien. In de rest van het land is het vrijwel droog, maar er blijft wel een kans op een mistbank. En ook is het vannacht warm met een minimumtemperatuur van ongeveer 18 graden. En morgen schijnt af en toe de zon, maar in de loop van de dag vallen er enkele flinke regen- en onweersbuien. Het is benauwd warm met middagtemperaturen van 22 graden op de Wadden tot rond de 30 in het oosten van het land. Ja, en dit was het. Morgen zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe Vier in het Land. En u kunt ook terecht op onze website www.vierinhetland.nl. En daarop kunt u tegenwoordig ook in een forum meepraten over de uitzending. Ik wens u nog een fijne avond. Dag. Dag. Zo
zometeen bij RTL 4. Jouw vrouw, mijn vrouw. He's a lazy, slob, male, chauvinist pig.